Marijke Hamming, Nederlands kampioen ponymennen. Ja, dat klopt. Nederlands kampioen zijn we geworden dit jaar. Dat was in Oorschot in Brabant. Dat was dit jaar? Ja, dat was dit jaar in augustus. Hoe heb je het eraf gebracht met de wereldkampioenschappen? Wij zijn in september naar het Hongaarse Kiesbe geweest en daar was eind september het WK. En dan hebben we zilver gehaald individueel en zilver met het team. Span heb je? 3, 4, 6? Ik rijd met 4 span. Op de wedstrijden gaan altijd 5 ponies mee, want je mag 1 pony wisselen. Je hebt 3 onderdelen, de dressuur, de vaardigheid en de marathon. En in die 3 onderdelen mag je keuze maken uit die 5 ponies. Dus je hebt 1 pony, je kunt 1... pony meenemen die bijvoorbeeld heel goed is in de dressuur, maar wat minder in de marathon, nou, dan mag je die wisselen. Waaruit bestaat zo'n wedstrijd? De dressuur, daar begin je mee. Eigenlijk begin je op de internationale wedstrijden eerst met de keuring. En dan zijn er dierenartsen en de juryleden, die kijken eerst of de ponies veterinair helemaal in orde zijn. Dus dan moet je ze er één voor één aan de hand voorbrengen. Of ze gezond zijn, of ze netjes goed lopen, dat er niks aan mankeert. Dan heb je een dag later heb je de dressuur. Dat is rijden in een baan. Er zijn letters naast, dan moet je figuren rijden. Aan de kant zitten 3 of 5 juryleden. Die geven je punten. Dan dag 2, dat is de marathon. Dat is eigenlijk de uithoudingsproef. Je rijdt eerst een traject over de weg. Dan heb je 6 tot 8 hindernissen. Die moet je rijden A, B, C, D, E, F op alfabetische volgorde. En dat gaat over bruggen, door het water, over de heuvels. Dat gaat op snelheid, zeg maar. Dat gaat door het trein. Net een beetje te vergelijken met de military. De laatste dag hebben we het kegeltjes rijden. Dat is een vaardigheidsproef. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je na die zware marathon, na die uithoudingsproef, de paarden nog zo onder controle hebt dat je dan die kegeltjes allemaal weer met die balletjes erop, dat je die allemaal weer kunt rijden en dat de ponies zo nog in de hand staan dat dat allemaal lukt binnen een bepaalde tijd en dat die balletjes op de kegels blijven. Lang blijven we dit nog doen? Nou, zoals nu is, nog jaren. Jaren? Tientallen jaren? Ja, oh, voorlopig wel. Nee. So, da drücken heißt es, meine Damen und Herren.